Iemand enig idee? Oh, daar gaan vingers de lucht in. Ja, lucht in. Ik wil graag iets van naaien. Naaien? Knutselen. Knutselen. Iets met katoen. Kunstenmakers. Oh, ik hoor van alles. Nou, we zijn onderdeel van het hele Festival Melo gebeuren. De 6 chille zomerweken die hier in de stad plaatsvinden. En hier hebben we de middelste 2 weken volop zinvolle activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren bij het scoutinggebouw van John F. Kennedy. En nou ja, we doen van alles. En dan werd er op de plantage van jou verwacht dat jij minstens 50 kilo aan het eind van de dag bij elkaar had geplukt. Dat hele bolletje? Ja. Maar denk je dat als je dat hele bolletje zo dik draait, dat je dan zo'n t-shirt kunt krijgen? Nee. Want kijk eens, dan ben ik kan het zien, dan is je vader het zien, bij jou denk ik ook wel. Ja, wat ik net zag, jullie combineren eigenlijk het spelen met een stukje historie van Almelo. Ja, we hadden vandaag Geef ze van katoen op het programma. En daarin hebben we eerst een heel gesprek met de kinderen over de katoenindustrie van vroeger. De fabriek Indië, de Tenkate, het Hedeman. We hebben een echte schietspoel hier. We hebben echt katoen en daar hebben ze allemaal aan mogen voelen. En laten zien van, hé, maar hoe krijg je nou van een katoenplant ook zo'n mooi t-shirt? En daarna zijn we gaan knutselen met katoen. Ja, je zag ook een hoop interactie, hè, tijdens het vertellen. Ja, het is een geschiedenisles, maar ze hangen aan je lippen. Dat is echt heel bijzonder. Het intrigeert die kinderen ook. Het gaat over hun stad. Het is ook hun voorgeschiedenis. En er vallen ook heel veel kwartjes. In één keer roepen kinderen, hé, maar ik woon aan de schietspoel. En heeft nu voor het eerst in zijn leven een echte schietspoel in handen. Ja, dat is, ja, ik vind dat prachtig. Ja. Oh, maar je moet een beetje een glitter. Kijk, hier zit nog geen glitter. Ja, maar dat zie je misschien niet omdat het donker is. Nou... Ja, ik ben bang voor honden. Nee, ik hou van knijtjes. Oh, je bent allergisch. Oh, ze? Gewoon over de gillen heen. Ik ben duin en geet. Kun je heel combineren? Dat is ook heel gaaf, hè? Oké, ik ga maar naast weer andere kleuren. Jawel. Prachtig. En wat is er deze week nog te doen voor de kinderen? We hebben deze week, nou ja, we zitten al halverwege de week. Morgen hebben we nog kunstenmakers op het programma. Dan gaan we echt creatief met kunst bezig in het thema zomer ook. Ik kan nog niet helemaal verklappen wat het wordt. En we hebben nog een technische opdracht voor de tienersmiddags. En vrijdag gaan we eigenlijk de hele dag bouwen naar een groot feest toe 's avonds, waarop we hopen dat alle kinderen en alle tieners en jongeren die de afgelopen 2 weken zijn geweest, allemaal komen. En dan hebben we lekkere hapjes. We gaan laten zien wat we gedaan hebben in de afgelopen 2 weken. En met een beetje geluk steken we het kampvuur ook nog even aan.